Deze week heb ik Star Wars Outlaws gespeeld, heb het over Gamescom Open Night Live en over de Nintendo Direct. Je bent niet zo kaal, maar wel zo vervelend als wordt. Nou, mannetje, dat je bent. Ja, maar hij mag nog niet aan de dad jokes, hè? Hij is volgens mij nog geen dad. Dat ja, is volgens mij ook niet. Je weet het nooit. Je hebt al gezegd, weet je, ik sta hier van te kijken als ik daar bij eind 40, eind 30 ben aan het denken. Klop. Hi, pap. Nee, lijkt me trouwens heel sterk. Dat weet ik wel vrij zeker. Bart is op vakantie, dus we hebben vervanging. Ja, we hebben... We hebben Dogmeat. Ja, we hebben ook een Dogmeat, we hebben Toad, we hebben Chocobo, we hebben de Golden Dragon van de Gold Roads van Elder Scrolls Online. Ja. Oh, die. Ja. Als je nog niet weet waar je het over hebt, want je bent op Spotify of iets anders aan luisteren, kom naar YouTube. Ja. Angry Bird. Kom naar YouTube en like de video. Ja. Alsjeblieft, we hebben het nodig. Voor de knuffels. We hebben het nodig voor onze sponsors. Oh, wacht, ik heb sponsors. Nee. Ik had bijna een sponsor weer. Oh, Netgame nice. Is nog steeds niks. Nou ja, we hebben net, zeg maar, game. Net te weinig... Hè? We hebben net game. Nee. We hadden net te weinig luisteraars voor een sponsor. Oh. Dus jullie komen nu nog even, van ons af. Maar als we meer luisteraars krijgen, dat betekent dat we dus ook een sponsor kunnen krijgen. Dat betekent dat we geld kunnen krijgen. Dat betekent dat we meer dingen kunnen gaan doen. Ja. Zoals giveaways en dat soort gekkigheid. En meer prijzen bij een pubquiz. Ja, eerst hadden we nog wel eens leuke giveaways omdat we nog deze streamen. Maar is er niet meer van gekomen. Nee. Deels omdat ik nu heel veel aan het sporten ben ook. Ja. Ik ga streamen oppakken die dagen. Nee, ik ga sporten. Ik ga eerst even voor, mezelf zorgen. Maar, Het zijn wel goede prioriteiten eigenlijk. Ja, 7 jaar lang niet gesport. Nu 3 keer in de week. Ja, dat hakt er wel in. Jo. Ik had na de eerste keer sport dat ik achteruit de trap af moest, zeg maar. Ja, dat mijn benen, die waar was niks meer van over. Je knieën zaten en ik aan de andere kant. Dat was echt heftig. Dat was, eigenlijk het meeste last wat ik heb gehad de eerste keer. Ja. Maar daarna ga je prima. Nice. Beetje boksen, beetje krachttraining. Mhm. Ik heb een hekel aan burpees. Heb ik echt een hekel aan. Ja, dat geloof ik wel. Dat is echt heel kut. Echt vervelend. Ik vind het ook vervelend als het zo'n beetje zo omhoog komt. Zo ja, dat gebeurt ook tijdens die burpees. Ja. Dat is wat er ook gebeurt. Anywho. Maar we hebben dat Bart vervangen deze week. Weet je trouwens, die toot die heb ik gekregen van Buku. Oh. Die komt helemaal uit Japan. Er zit een Japanse labeltje hangt er ook aan. Oh, wat je nou. Ja. Ergens aan de achterkant zit er een... Heeft hij meegenomen uit Japan voor mij. Super lief voor mijn verjaardag toen. Heel cool. Nice. Het is een honorable mention voor Buku, een van onze meest consistente commenter. De meest commenter, ja. Ja, vind ik goed. Super chill. Ben je nou ook gewoon zo'n bedankje krijgen als Buku comment dan een keer? Ja. Hebben we trouwens comments gekregen op onze laatste video's die we moeten benoemen? Weet niet of we die nu moeten benoemen. Dus we weten niet wat iemand zijn favoriete game is. Ja, favoriete kleur. Oh, seizoen. Ja. Weet je, als jullie dat even gaan lullen, ga ik dat eens even opzoeken. Ga ik even opzoeken wat ze ook weer hebben gezegd. Wat moeten ze deze week commenten eigenlijk, Gijs? Als voor deze aflevering of was het de vorige keer? Voor deze aflevering, onder deze video. Ik heb de vorige keer al bedacht. Oké. Okay. Comment onder deze video wat van deze 4 knuffels jouw favoriete knuffel is. Is het Dogmeat, is het Toad, is het Chocobo of is het de Golden Dragon? Ja, dan moet ik natuurlijk gaan commenten, maar we hebben de video Jij moet ook commenten, ja. We hebben de video nog niet gepost, dus ik niet. Goddamme. Anyway. Buku zijn favoriete eten, volgens mij was dat de vraag, is lasagne. Dat was favoriete pasta, kleur. Volgens mij. Oh, favoriete pasta kan ook. Want ik zei het in de koelpasta. Oh, ja. Mijn merk? Gnocchi. Ja. Gnocchi. Gnocchi. Hebben jullie gnocchi? Ik wist het. Volgens Otje moet Bart een nummer van de musical Hairspray zingen. Oh ja, dat was toen we Bart zaten, inderdaad. Lulik. Oh ja. Ja. Lijkt me super. Oh, toen we in Amerika ook. Ja, klopt, ja. Alright. Anyway. Dus blijf commenten, wij blijven benoemen. En we nemen het sowieso mee. Als jullie feedback hebben... Ja, dat is denk feedback gepast. Nee, ja, doen we niks mee. Hey, maar goed, deze week gaan we het hebben over Gamescom dingen. We gaan het daar even bespreken. Er zijn wat nieuwe dingen aangekondigd. Je hebt de Switch Direct. Nintendo Direct. Nintendo Direct, inderdaad. Heb jij gecheckt? Ja. Heb ik niks van meegekregen, dus dat is helemaal fijn. Dus ik denk, gaan we gewoon beginnen. Maar, voordat we beginnen. Ja. Er is natuurlijk, deze week komt er een nieuwe game uit. Mm. Van Ubisoft. Dat is Star Wars Outlaws. En Star Wars Outlaws is de eerste Star Wars Ubi game in lange tijd. Of de eerste überhaupt. Van Ubi weet ik niet. Wat was de laatste? De laatste was Jedi... Dat was Jedi... Survivor? Jedi Survivor was... Is dat de tweede of was dat de eerste? Dat is de tweede. Fallen Order was deze. Drie jaar geleden? Jedi Fallen Order is... Jedi...
Weet je? Zoek jullie het even op. Dan ga ik verder over mijn Star Wars Outlaws. Nieuwe game van Ubisoft. Best wel met bombardie aangekondigd. Nou, wordt een super vette game. En er wordt echt een goede singleplayer game. Geen microtransactions. Mm-hmm. Blijkt om een lulkoek te zijn. Tuurlijk. Natuurlijk microtransactions. Natuurlijk season passes, noem maar op. De game is als preview uitgekomen voor mensen die Ubisoft Plus hadden. Mm-hmm. Had ik blijkbaar. Ja, ik speel heel veel Ubisoft games tussendoor af en toe een keer wat ander en zo. En heel veel Division. Ja. Maar blijkbaar had ik nog Ubisoft Plus. Al weet ik niet hoe, want de laatste keer dat ik voor Ubisoft Plus betaald heb, is een half jaar geleden. Zit hij niet in de Game Pass dan? Weet ik niet. Het zou ook zomaar kunnen zijn dat ik die ooit gekregen heb van Ubi toen met een of ander promo ding of zo. Anyway. Okay. Maar Ubisoft Plus gebruikers konden ze al een paar dagen eerder spelen. Ik dus ook. Mm-hmm. Hij komt officieel uit op 30 augustus. Dus dat is de dag na release van deze podcast. Ja. Morgen. Morgen. Dus ik heb hem al eventjes kunnen spelen. Niet heel lang. Een uurtje of twee heb ik nu inzitten. Ik heb ook wat aantekeningen gemaakt. Ik ben gewoon voorbereid. Voorbereid. Holy shit. Wij? Oh, wow. Review. Jawel. Nee, een preview. Preview. Je speelt dus als KVS. En KVS is eigenlijk een soort thief bounty hunter persoon. Vooral een thief, want ze is heel erg goed in naar binnen sneaken overal. En de boel een beetje wegroven op een sneaky manier. Soms niet heel sneaky, soms ben je gaan schieten. Je hebt ook al een heel schattig klein beestje bij. Dat is Nix. Nee, dat is niet Nix. Ja, nee. N-I-X, zo heet je beestje. En dat beestje is ook een companion. Nix. Ze is niet alleen bij voor de lol, maar die kan je ook helpen met onbereikbare dingen bijvoorbeeld oprapen. Dus je kan bijvoorbeeld voor een hek staan en dan ligt erachter iets waardevols. En dan kun je jouw beestje Nix op afsturen. Of je kan tegen Nix zeggen, hey, zie je daar die police officer? Doe die eens broven voor mij. En dan roof je dus gewoon 25 credits uit de zak en naar je toe brengen. Dus dat is heel chill. Nix, waar ken ik de term Nix? Zit hij ook niet in Final Fantasy? Nix? Ja, volgens mij wel. Oh, ja. Oké, dan ken ik hem daarvan. Oké, anyway. Is het een zwarte kat of zo? Zo'n campagne tegen underage drinking, maar dat... Ja, dat ja. Niks, oh, niks ja. God. Dus dat... ik heb er nou een uurtje of twee in zitten. De game begint gewoon als eigenlijk een fucking Star Wars game. Heel veel verhaal, heel veel backstory. Ja, maar met tekst en beeld zo. Nee, dat niet. Dat viel me dus op. Normaal krijg je dat wel. Maar in dit geval niet of nog niet. Misschien komt dat later, maar ik denk het niet. Zelfs bij de Lego game laatst ook nog. Ja, klopt. Maar die Lego games zijn ook echt gebaseerd op de films. Ja, fair enough. Dus dat is net even iets anders. Dit is niet gebaseerd op de films. Wel natuurlijk in hetzelfde universe. Timeline is mij nog niet duidelijk waar ze precies zitten. Maar heb ik ook niet te veel over ingelezen, want ik wil verrast worden natuurlijk. Is de game canon? Volgens mij wel. Oké. Is wat ik van begrepen heb. Maar dat durf ik niet met zekerheid tegen. Want volgens mij is het wel LucasArts die er gedeeltelijk achter zit samen met Ubisoft. Mm-hmm. Je begint gewoon op een planeet. Want het is natuurlijk Star Wars. En je moet er tussenuit peren. Nou, je peert er tussenuit. Want je hebt iets heel stoms gedaan. Je hebt namelijk dingen weggeroofd van een van de belangrijkste mensen in jouw dorpje. Aha. En daar zijn ze niet zo blij mee. Dus je probeert tussenuit te naaien. Wat op zich natuurlijk goed is. Want dat geeft avontuur. Mm-hmm. De game zelf is qua... goed bestuurd, doet het me extreem veel denken aan de PS3 generatie Assassin's Creed. Okay. Niet zo gelikt als de laatste Assassin's Creed die we kennen van Origins en Odyssey. Mm-hmm. Maar wel qua movement een beetje die vibe. Je merkt van mijn gevoel, en ik weet niet of het waar is, maar het lijkt alsof het Assassin's Creed team hier heel erg aan meegewerkt heeft. Ja, okay. De manier van bewegen, de manier van springen, de manier van klimmen en klauteren. Heel erg die Ubisoft vibe, zeg maar. Ja. Het enige wat jammer is, en dat is een beetje nitpikken daarin, je kan niet overal opklimmen. Zelfs al lijkt, al lijkt iets binnen handbereik, mm-hmm. kun je dan niet per definitie opklimmen. Beetje de oude Assassin's Creed. Ja. Daarom bedoel ik ook zeg maar, de eerste generatie PS3 Assassin's Creed. Maar zodra het wel werkt, dan is het ook wel lekker. Het is lekker soepel, het loopt lekker door met de meeste momenten. In het begin voelt de besturing een beetje clunky, maar dan raak je heel snel aan gewend. Mm-hmm. Het lijkt in het begin een beetje houterig, zeg maar. Als je dan springt, lijkt het een beetje alsof je in GTA San Andreas aan het springen bent. Oh. Hele rare huppeltjes, maar op een duur gaat het wat smoother en heb je iets beter door wat je moet doen. Mm-hmm. Je kan ook sliden, je kan wat meer, je kan rollen, je kan dodgen. Natuurlijk de vrij basic dingen voor dat soort games. Ik had verwacht dat het meer een beetje een weg zou hebben van inderdaad een Starfield in die zin. Hè, omdat er natuurlijk best wel vergelijking getrokken worden. Maar de game voelt niet zo erg op die manier aan. Misschien komt het ook omdat ik niet zo ver in de game ben. Mm-hmm. Maar stom genoeg voelt het me bijna een beetje meer aan als een Tomb Raider-esque game. Oké. Okay. Now I'm interested. Ja, maar die vibe heeft het een beetje. Want je bent eigenlijk in je eentje overal heen aan het springen, aan het klauteren, aan het slingeren met je grapple hook. Langs bergen, op en neer. Hoeveel cutscenes zijn er? Heel veel. Oké, okay, nee, laat maar zitten. Kom ik zo nog op terug.
Maar ja, weet je wat het is? Ik heb het, we kunnen het nou meteen over hebben. Ik heb een tijdje terug natuurlijk over Callisto Protocol gehad, die heel veel van die hidden cutscenes heeft. Dat heeft deze game ook. Alleen deze game doet het een stuk smoother. Okay. Het nadeel is alleen als je dan door die cutscene heen skipt, die eigenlijk in principe je transitietijd is van laadtijd, dan krijg je dus wel laadtijd. Ja. Je kan het dus wel skippen. En waarschijnlijk ben je dan misschien iets sneller. Dus de unskippable cutscene is niet zozeer een skippable cutscene, maar een loading time. Een verbloemen van je laadtijd. Mm. En wat dat er eigenlijk voor zorgt, op het moment dat je er skipt, dat je dus een zwart scherm krijgt voor de laadtijd die eigenlijk remaining is daarin. Dus ja, weet je, het is net een beetje je eigen keuze. Ik heb ze van, ik laat hem lekker staan, want de cutscenes zijn er veel, maar ze zijn kort. Okay. Dus op het moment dat je een cutscene hebt, is het niet zeg maar een heel lange verhaal elke keer. Het is gewoon een korte stukje verhaal. Ja, het is je Metal Gear 5 show. Nee. Wat ik bij Uncharted 4 dus wel tegenkwam, dat het echt gewoon minutenlang gewoon naar een film kijken ben. Ja. Ik ben een game aan het spelen, geen film aan het kijken. Nee, precies, want dat is bij deze game is dat een stuk smoother, een stuk sneller. Dan wil ik jou één game absoluut afraden, dat is Quantum Break. Dat is, dat is een film. Nou, dat is een game en daar loopt een serie tussendoor. Ja, die ken ik. Ja, en dat is heel vervelend, want als je je controller neerlegt... Gaat hij uit. En dan zegt hij in één keer, hey, je moet je controller aansluiten. Ja. Hoezo? Ik ben 20 minuten lange serie aan het kijken. Zo, dan ben je erop. Natuurlijk, ik krijg makkelijk een half uur. Maar goed, Star Wars Outlaws. Daar hadden we het over. Ja. Sorry. Wat ik zeg qua besturing en qua laadtijden. Het is best wel soepel allemaal. Het voelt allemaal wat oké aan. Graphic-wise... klinkt misschien onderbiedig. Een beetje afgeraffeld. Nou... En dan heb ik het vooral... De omgevingen zijn tof, zijn mooi gemaakt, niks op tegen. Maar ik heb het vooral over de mocap. Dus de motion capture. Yeah. Is een beetje clunky, is een beetje awkward. En dan vooral de facial cap, zeg maar. Mm-hmm. Dus als je met NPC's aan het praten bent... Yeah. Is het heel houterig. Heb ik meer mensen gehoord inderdaad. Alsof ze één take hebben gedaan en zoiets hebben van... Oké, we fixen een post. Ja, dat idee heb ik een beetje. Dat die mocap gewoon... Of ze hebben die mocap helemaal niet gedaan, qua gezicht. Als ze dat gewoon ingeladen hebben, het zou goed zijn. Maar het voelt een beetje Fallout 4 aan. Oh, oké, ja. En dat is niet per se een heel goed ding voor een game die nu uitkomt. Nee. Gezien Fallout 4 gewoon een stukje ouder is. En daarbij komt ook nog dat de voice acting... Sommige voice acting is top. Mm-hmm. De main characters, hè, dus echt de mensen waar je veel, in ieder geval wat begin interactie mee hebt, is goed. Maar in het begin, het is geen spoiler, want het is gebeurd in de eerste half uur van de game, kom je bij een bar terecht. En dat is een band aan het spelen, is heel veel geluid, heel veel rumoer. Je had mensen op de achtergrond, nee, niet dat helaas. Er werd heel veel mensen op de achtergrond een beetje praten en een beetje geluid maken. En je praat met die bardame. En op een of andere manier hebben ze de audio zo in een afgesloten ruimte gezet, mm-hmm. dat je helemaal niet het idee hebt dat zij daar in die ruimte staat. Oh, okay, en dat is heel erg immersion breaking. Yeah. En dat gebeurt met een aantal NPC's die dus door de game heen zitten tot nu toe. Een slordigheid dan. Ja, het voelt heel erg slordig. Van, dit is iets wat je kan fixen in post. Heel makkelijk zelfs. Mm-hmm. Geluid mixen inderdaad. Ja. Dat en het voelt gewoon alsof ze daar gewoon niks mee gedaan hebben. Of een stagiair op hebben gezet of zo. Ja, want er zijn straks twee mensen in de hoek met elkaar te praten. En je komt door het level heen, of in ieder geval door de game heen, kom je dus wat hints tegen. Je kan een missie op verschillende manieren doen. Daar komt het op neer. En je komt dus wat hints tegen door mensen die met elkaar aan het praten zijn. En de ene persoon klinkt heel helder. Uh-huh. De andere persoon klinkt heel dof. Alsof ze in verschillende studio's gestaan hebben. Lijkt het phone it in. En dat is precies hetzelfde als wat ik bij Fallout Londen had. Maar dat is een project wat door vrijwilligers gedraaid is. Ja, gemold. Vanuit huis. En, ja, precies. Weet je, ook heel veel in COVID-tijd opgenomen natuurlijk, waardoor ik nergens heen kon. Dit is een quadruple A studio. En dit is een triple A game. Ja. En dat vind ik... Daar gaat de fout. Dat vind ik slordig. Ja. En het zijn misschien wat nitpicky things, maar ik vind dat jammer. En voor mij iemand die heel erg van audio houdt, is dat immersion breaking. Want ik ga op dat soort dingen letten. Dus dat is een beetje jammer. Het is ook gewoon een game van 60, 70 piek? Volgens mij niet. Volgens mij is het iets goedkoper, maar dat ga ik even zoeken. Dat scheelt wel. De Gold Edition was al over 100 euro, zei ik. Dus ja, maar daar zitten allemaal weer... Ja, er zijn allemaal extra dingen bij. Dingen bij die natuurlijk dat geld allemaal waard is. Mm-hmm. Uh-huh. Als echte Star Wars fan. Ik ben aan het zoeken, maar... Ja, de Collector's Editions heb ik niet gezien. Dus het zal ongetwijfeld zijn, want Ubisoft, die heb ik altijd... merchandise ervan, ook van die poppetjes en zo. Ja. Dus yeah. Heb ik ooit... Ik wil gewoon kijken wat die game kost op Steam. Kom op. Nou. Wat was het? Oh, hij staat niet op Steam. Oké, okay, chill. Misschien moet je even hier... Nee, want hij komt eruit natuurlijk. Oh, tuurlijk. Zou het Outlast Press. Zou een prijs bekend zijn? Ja, vast wel. Maar niet uit. Ubisoft Plus. Je app. Oh, alles in paniek.
Oh, ik krijg weer allemaal verschillende... Nee, het is wel een full-price game. Ja. Oh. Hm. Ja, ja. In mijn hoofd was hij goedkoper, maar whatever. Maar goed, het voelt dus daar een beetje afgeraffeld in. Dus dat is een beetje jammer. Het andere ding waar ik... Wat ik ook jammer vind, maar dat kan er natuurlijk komen. Dat weet ik niet. Dus het is een beetje een potlood stukje. Het voelt semi als een open-world game. Mm-hmm. Maar tegelijkertijd ben je super lineair aan het werken. En dat heeft natuurlijk... Een Tomb Raider heeft dat ook. Ja. Dat is juist goed voor het verhaal dat je er lekker doorheen gaat. Maar ik wil ook gewoon een beetje lekker vrij rond kunnen lopen. Maar het is nog niet zo erg als een Monster Hunter. Dat je echt dat niet. Je bent wel echt door de game heen aan het gaan. Met Monster Hunter ga je naar een plek toe. Dan heb je een vierkantje, ga maar lekker los. Ja, en bij deze game ben je echt wel vooruit aan het werken. Maar het voelt deels open world, maar ook weer heel erg lineair. Zo van, hey, zoek het maar uit. Die klacht heb ik eerder gehoord. Die heb ik Skillup, die had het al inderdaad over. Ja, die zeiden ook al zoiets. Ja, en het is ook heel erg zoek het maar uit. Want heel veel dingen worden gewoon niet uitgelegd. En dat is misschien ook wel goed. En ik vind dat fijn. Ik vind het juist leuk. Lekker een eigen ding doen. Dat is een beetje dingen zoeken inderdaad. Ja. Nadeel is wel, in ieder geval wat ik zover gezien heb, heeft het geen map. Dus het geeft geen minimap. Dus je weet niet altijd waar je mee bezig bent. Maar vind ik ook wel door jouw beestje en door jouw technieken te gebruiken die je hebt, kun je dus wel met als je tap inhoudt. Nou, dat zo ver ben ik niet lang niet. Oh. Als je tap inhoudt, ik weet niet of ze de force heeft. Als je de tap inhoudt, dan kun je dus je objective wel zien. Mm-hmm. Dus waar je ongeveer heen moet en hoe ver het ongeveer lopen is. Ja, okay. Je hebt geen minimap. En dat is... Ik vind dat wel een leuke toevoeging eigenlijk. Ja, ik miste dat in Starfield in het begin ook niet. Mm-hmm. Maar toen het erin zat, dacht ik, oh, dat is eigenlijk wel heel handig. Ja. Het is een beetje alsof... Ja, Starfield was ook gewoon een slechte map. Dat was niet dat hij er niet in zat. Nou is je wel een stuk beter geworden. Ja. Het is een beetje alsof zeg maar, mensen zoiets hebben van... Ja, niet iedere game heeft een minimap nodig. Klopt. Maar veel games hebben wel een minimap nodig. Ja. Zelf het dom fijn als je hem hebt. Ja. En omdat ook deze game, wat ik zeg, deels open world, deels lineair aanvoelt... ben je snel verdwaald. Ja. Want je loopt hetzelfde rondje heel vaak. En op een gegeven moment moet je ergens weer heen, moet je ergens weer terug. En denk je, waar ben ik nou ook alweer? En dan zou een minimap toch echt wel handig zijn. En misschien komt het nog, hè? Misschien komt het verderop in de game, weet ik niet. Dat durf ik niet met zekerheid te zeggen. Ja. Maar dat is iets waar ik nou denk van... dat vind ik jammer. Ja, het is jammer. Dat is eigenlijk kort gezegd mijn preview zover. Ik heb de game nog niet ver genoeg gespeeld... om echt een goed oordeel over te kunnen geven. Zover staat hij bij mij een beetje op een 7,5. Ja, prima run-of-the-mill game. Prima, ja. Zou ik hier volle map voor betalen? Absoluut niet. Daar heb je ook Ubisoft Plus voor. Maar precies, daarom heb ik ook dat soort abonnementen en dergelijke. Ik weet niet of deze game op de Xbox Game Pass komt, omdat dat met Ubisoft gekoppeld is. Ik denk deze nog niet. Nee, misschien dat dan er op ze laat wachten. Komt vast wel een keer. Maar als je Ubisoft Plus hebt, of je kan hem voor een dealtje krijgen, of je bent ontzettend Star Wars fan en je moet deze... Ik ben ontzettend Star Wars fan, hè, voor duidelijkheid. Ik bedoel, ik heb Star Wars over mijn hele lichaam heen staan zelfs. Mm-hmm. Maar ik heb precies van... Nee. Dat is een beetje die echo uit... is ook gestopt, toch? Die serie. Ja, klopt, ja. Maar... het is gewoon een prima game. Ja, een Ubisoft game. Een Ubisoft game. 7,5. Ja, 7,5. Een beetje Tomb Raider-achtig, een beetje Uncharted, een beetje avonturieren. Ja, met een Star Wars sausje. Klinkt wel cool. Prima. Dus dat even kort samengevat. Het is nog geen Fallen Order Souls-like idee. Nee, dat niet. Dat zeker niet. Het heeft wel dat je, het zijn wel bijvoorbeeld dingen, op een gegeven moment moet je dus ook springen naar van een naar een andere punt. En bij heel veel games word je dan een beetje het handje vastgehouden om jezelf de goede richting in te duwen. Deze game denkt, nee, je zit er waar het is. En spring je er langs aan en begin maar opnieuw. Uncharted. En dat heeft ook wel zijn charme, vind ik. Want je hoeft niet altijd met het handje gehouden te worden om naar het juiste stukje te springen. Eens. En altijd maar een quicktime event te doen om ergens goed terecht te komen. Spring maar gewoon. Zoek hem eruit. Right. En dat werkt best wel prima. En het is natuurlijk ook her en der nog wel een beetje buggy. Op een gegeven moment ben je een sneaker achter iemand en stuit je de halve map over, in ieder geval de halve hal over, en dan ben je weer terug waar je begonnen bent. Links staat. Ja, weet je, maar dat zijn allemaal mini-bugs die ik kan gebeuren. Daar kijk ik niet meer zo heel raar van op. Games zijn tegenwoordig niet meer af op release. Dus, hè? Nee, dat klopt. Maar dat ik zeg, dat de game niet af is, maar hij voelt ook gerushed. Dat is een beetje wat ik jammer vind. Alright. Dus dat. Wat heb je nog gedaan? Verder heb ik GeoGuessr weer afgesloten. Ja. Oh, sorry. Ik zag Ludwig en C-Dog samen GeoGuessr streamen. En ik dacht, daar heb ik weer zin in. Dus ik ging naar GeoGuessr. Ik had geen abonnement meer. En ik die heb ik niet afgelopen. Ja. Alleen ze hebben nu 3 abonnementen. Oh, jee. Ja, ze hebben Basic, Pro en Pro Elite. Pro Elite. Bij Basic kun je basic? Elk kwartiertje wacht kun je 5 minuten spelen. Ja. Huh? Heel raar. Ik weet niet of dat alleen maar een career mode is of zo, want... Hij heeft compleet overal gehad. Je hebt de career mode. Dat is echt gigantisch veel in GeoGuessr. Het is echt heel leuk. maar voor op jaarbasis een 1,5 euro meer heb je dus de Pro.
En dan kun je dus unlimited spelen wat je wil. Dus ik heb de pro gepakt, want waarom ook niet? Daarom staat die tier ook. En de pro elite kun je dus ook pakken. En dan kun je dus je eigen lobby's hosten en dat soort shit. Maar dat boeit niet zo. Dat was meteen ook €20 meer per jaar. Denk ik, ja. Maar ik dacht, ah, leuk, wil eens een keer spelen. Nou, ik kan jou vertellen dat Google Maps is flink geüpdate. Yeah. Oh, wel? Ja, er zijn heel veel maps die daar ben ik van, oh, dit is hier ergens. Want ik herken die auto. Ja. Nee. Nee, is niet. Ze zijn weer opnieuw rond gaan rijden. Ja, ja. Maar ook gewoon maps uit 2024 wat erin zit en zo Street View. Ja. Dus het is even wennen weer, hoor. Maar het is echt leuk om te doen nog steeds. Het is wel stress af en toe. Maar ik denk, ach, ja, leuk te zien. Hij heeft heel veel gespeeld. Hij heeft op 2 of 3 landen na echt bijna alles op goud. Nice. Oh, Jesus. Ja, die is echt fanatiek geweest. Ja, ik heb, denk ik, alweer een paar maanden geleden, maar ook alweer toen ik er aansloeg en door die adventures of zo zijn dat. Dat je zeg maar een keuze hebt wat voor power-up of zo wilt. Ja. En dat ja. je dan, daar ben ik wel eens doorheen gegaan. Dat is op zich wel leuk. Ja, een beetje power-ups. Maar je hebt nu dus ook een career mode. Heel maf is. Waardoor je dus, je kan steeds een van de 3 selecties kun je maken. Dat is bijvoorbeeld famous riders, historic cities of wat dan ook. Mm-hmm. Dan kun je dus allemaal verschillende keuzes. En dan wordt dus gewoon ergens neergepland wat gerelateerd is aan. Ja. En dan zie je dus ook een hint staan van, oh ja, de schrijver van dit boek gaat over deze stad. Oh. En het ging over voor mijn boek van Tolstoj, weet je, Sint-Petersburg. Ja. Nou, en dat is echt wel leuk, want je leert er ook een beetje van. En het speelt lekker weg, je hebt minder stress. Je hebt 2 minuten de tijd om rond te kijken voordat je de keuze moet maken. Zomaar best wel relaxed. En je bouwt er gewoon punten op en dan kun je unlocks doen voor cosmetics en zo. Ja. Ik vond het wel grappig een tijdje terug dat we inderdaad ook binnen zijn huis konden kijken. Dat ik dacht van, hé? Klopt, ja. Je hebt dus inderdaad specifieke maps die echt binnen zijn. En, ja. Ook in winkelcentra en dat soort dingen. Dus ja. Je hebt ook best wel veel, zeg maar, voetbalstadions of zo, die gewoon door, ook binnen en alles, weet ik veel wat. Ja, een van de redenen waarom ik dit weer een beetje op wilde pakken is ook, ik ga het ook zeggen, vorige week al zijn, de week ervoor waarschijnlijk ook. Ik ga in december naar Japan en ik ben dus wat Japan maps aan het spelen. En denk, dat ziet er interessant uit. Waar is dit? Ja, nice. Dus dan kom je wel wat dingen tegen. Dus dat heeft ook wel zijn charme. En dat is gewoon grappig. Dus dat. Verder heb ik Vampire Survivor weer eens aangeslingerd. Ik dacht mezelf, ik ga alle unlocks vrijspelen. Ja, ik had er 4, 5 achter elkaar vrijgespeeld. Uh-huh. Kijken wat team bij. Ja. Kijk, dat is niet de bedoeling. Nee. Oh, eens even. Maar ik ben wel progressie aan het maken. En dat is echt wel leuk, want je bent gewoon alles via het rijtje af aan het maken. Mm-hmm. En je krijgt dus steeds meest bizarre evolutions van dingen. En de meest gekke levels waarvan ik helemaal niet wist dat ze bestonden. Jezus. Dat is pretty cool. En dat is op je Steam, denk ik? Ja. Ik had datzelfde een beetje. Ik had Burtato weer aangeslingerd. Oh, god. Ja. Superleuk game. Ik ben er alleen heel slecht in. Ja, dat ken ik. Ik heb misschien 1,5 uurtje gespeeld. Uh-huh. Niks gewonnen. Helemaal niks. Heftig. niet 1 keer tot Wave 20 gekomen. Oh, jezus. Ja. Nou ja, maar je hebt dus ook in Adventures. Dat je net als in Vampires heb je dus ook Adventures nu. Dus dan begin je eigenlijk clean slate. En dan heb je dus bepaalde levels met bepaalde karakters die je moet doen. En sommige levels zijn ook aangepast op hetgene wat je moet doen en zo. Dat is ook heel geinig. Dus ze zijn echt wel... replayability van deze game is echt enorm. Ja, dan was hij al toen hij uitkwam en dat is alleen maar erg hoor. Ja, zeker. Hebben we nog 2 nieuwe games gespeeld? Ik heb 3 nieuwe games. Ja, het staat nergens op. Deadlock. Van gehoord? Ja, van naam inderdaad. Ratchet & Clank Deadlocked? Nee. Deadlock is de nieuwe Valve 5v5 hero shooter. Oh ja. We hebben er nog niet genoeg. Oké. Ik kreeg een mailtje. Ja. Ik wist niet eens dat ik ervoor aangemeld was. You're invited to the Deadlock closed beta. Deadlock closed beta. Is ik googelen. Heel weinig van te vinden. Het zou goed zijn. Dus ik denk, prima, ik installeer het. Terwijl ik het installeren ben, zie ik in mijn threads of Instagram feed, ik weet niet meer waar. Op Twitch. Zie ik dus in één keer playing the new hero shooter from Valve. En ik denk, was dus iemand die ook precies dezelfde invite-code had gekregen op precies hetzelfde moment als ik dat gekregen had. Alright. En die was hem dus aan het spelen, want er was verder geen NDA. Want je kreeg gewoon die beta-code, of in ieder geval die beta-access. Mm-hmm. Succes daarmee. Okay. Ja, het is gewoon weer een 5v5 hero shooter. Ja, alleen, het is een hero shooter gemixt met een MOBA. Okay. Oh. En lane defense. Dat is best cool. Ja? Ja. Alright. Okay. De formule die zij hiervoor gebruikt hebben is heel erg Team Fortress gemixt met Dota. Oké. Okay. Ja, Dota zijn ze goed in. Je hebt natuurlijk gewoon de standaard Overwatch-achtige dingen, Team Fortress dingen, waarbij je een ding door het level heen moet leiden. Ja. Maar een van de
standaard modi, zeg maar, is dat je dus een, je hebt jouw base, jouw base defense, zeg maar, moet je verdedigen tegen het andere team. Je hebt van die kleine ads die rondlopen. Mm-hmm. Van die kleine minis die dus overgeschoten worden overal. De torens. Iets grotere minis. Ik weet niet. Grote en, minis. Ja, het is een beetje... Zoveel regulars zijn dat. Het is een beetje, zoals ik zeg, MOBA. En je moet dus vanuit jou eerst naar het midden toe. Yeah. En dan vanuit het midden moet je dus... Als je die verslagen hebt, dan ga je naar de volgende punt toe. Zo verslaan je dus eigenlijk de hele boel. Yeah. En het is best wel cool. Okay. Het is eigenlijk gewoon een beetje, wat ik zeg... Pak Dota, pak Overwatch, doe het samen... Met een sausje van Valve eroverheen. It's pretty cool. Ja, okay. Je hebt de rails waarmee je aan kan slingeren. Daar kun je dus mee boosten en zo. Okay. Dus dat maakt het allemaal wat sneller, wat vlotter. De unlockables zijn heel goed. Dus je hebt alleen echt heel veel te unlocken tijdens een game. En hou je die unlocks dan ook weer? Of is dat na de volgende ronde? Nee, dat is na de volgende ronde. Ja, okay. Dus als het rondje voorbij is, dan reset je. Want je kan dus allerlei boosts en unlockables krijgen. Je hebt vier... Buiten je normale wapen heb je dus vier power-ups. Waarvan één eigenlijk ultimate en drie skills. Mm-hmm. En die skills kun je dus ook power-up geven. Dus level 1, dan gooi je één granaat. Level 2 gooi je een grotere granaat. Level 3 gooi je twee grotere granaat, et cetera. Yeah, yeah. Op die manier kun je dus ook jouw skills en jouw ultimate kun je dus ook upgraden in de game. Daarbuiten heb je ook nog eens een keer een skill tree die je dus kan upgraden. Dus het is wel heel veel. En het is heel chaotisch. Maar je krijgt wel de tijd ervoor tussendoor, een soort van. Als je dus aan het respawnen bent, dan heb je die tijd om even daarheen te kijken. Je hebt een winkeltje tussendoor waar je heen kan lopen, waar je een beetje rond kan snuffelen. Het is best wel leuk. Okay. Ik denk alleen wel, als je dus een MOBA game pakt en een hero shooter, en dat samenvoegt, dat je dus de meest toxic community krijgt die op staat. Het zijn ook, zeg maar, voor mij, zeg maar, twee genres die mij totaal niet interessant zijn. Nee, dat is ook prima. Ja. Maar is dat niet een beetje wat Smite ook vroeger had dan? Want dat was ook een 3D semi-MOBA. Ja, maar Smite... Ja, het is echt wel anders dan Smite. Oké. Okay. Ja. Ja, het voelt meer aan als... Wat ik zeg... Ja, die combi. Het heeft meer die Overwatch-vibe een beetje en die Team Fortress-vibe. Ah, oké. Okay. En daar zit gewoon een MOBA-element in waar Smite echt heel erg inzetten op een ander hoekje, zeg maar. Ja, oké. Okay. Snap ik bedoel. Ja, dat kan. Pretty fun. Het is gratis. Dus volgens mij is het nu uit beta. Maar kan iedereen spelen. I don't know. De collectie toevoegen dan maar. Het is gewoon een prima, leuke game om een keer met wat vrienden te doen, bijvoorbeeld. It's a game. Ik ben benieuwd wat Bart ervan vindt. Daar ben ik ook benieuwd naar. Waarschijnlijk vindt hij het toch stom en toch terug naar Overwatch. Wat vind je dan? Hij zegt niks. Hij heeft het niet op bril. dus dat... Ga het vooral zelf checken, want ik weet niet zo goed hoe ik het uit moet leggen buiten. Het is een hero shooter met een MOBA. Cool. Sorry, mijn geluid ging in één keer aan van mijn deadlock. Dat is niet erg. En dan heb ik nog een nieuwe game gespeeld op de Xbox Game Pass. Want ik wil dus elke twee weken een nieuwe Game Pass game spelen. Ja. Dat een paar jaar geleden gezegd. Nee, kut, dat moet ik me houden. En toen zag ik Botany Manor staan. Oh, dat is die bloemen game. Ja, het is een shocking. Ja. Je wordt in een manor neergepleurd. En jij moet je weg zien te vinden door die manor heen. Het is een first-person puzzle game. Okay. Het is heel cozy, het is heel chill. Je hebt geen stress, je hebt geen enemies, geen gekkigheid. Maar je moet gewoon puzzeltjes aan het doen. En die puzzeltjes doe je eigenlijk door een plantje een zaadje te planten. En dan gooi je er water bij. Alleen dan moet er nog iets mee gebeuren. En in sommige gevallen is dat de temperatuur aanpassen. In sommige gevallen moet je dus bij een bepaald soort as in de buurt staan. Uh-huh. Bij sommige gevallen is het weer heel iets anders. Dus je hebt door die hele game heen... Zet gewoon een beetje puzzeltjes en het is echt heel chill. Yeah. Oh, dat ziet er super cute uit. Ik denk dat jij dat ook wel leuk vindt. Want het is een beetje zoals Portal dat ook heeft. Het wordt steeds iets moeilijker. Je moet steeds iets meer nadenken. Mm-hmm. Maar het is heel erg toegankelijk en heel chill. Ja, ze zijn een hele hoop van die game. Een Potion Craft had je vorig jaar of twee jaar terug ook. En ook iets met... Iets met culture. Horiculture. Ook zo'n plantengame inderdaad. Het stijltje doet me heel vaag herinneren aan Superliminal. Maar dan iets anders. Ja, snap ik wel. Het heeft wel een beetje die vibe. Ja. Maar het is heel cutesy. Het is heel chill. Het heeft een beetje een cozy game vibe daarin. Mm-hmm. En ik heb er nu denk ik een uurtje of 2,5-3 in zitten. De game, zeg maar, de Howling to Beat is voor mij 4-5 uur of zo. Cool. Gewoon een simpele gewoon even erheen spelen game. Het is leuk, puzzeltjes doen. Ik heb al heel lang geen puzzelgame meer gespeeld. Moet ik nog eens doen. Deze game is toegankelijk, duurt een uur of 4-5. Is heel chill. I'm gonna try it. Aan de kant de laatste puzzelgame die je hebt gespeeld, daar heb ik heel lang over gedaan. Dolphin Mantic.
Ja, dat is een ander soort puzzel. Die heb ik ook al echt lang niet meer gespeeld. Ja, ja, dus dat is eigenlijk een beetje wat ik gespeeld heb zover, denk ik. Ja. Cool. Geen idee. Zek? Heb ik niks anders gespeeld? Nee, denk ik niet. Ja, ik vond het maar heel lang te houden natuurlijk. Ze zijn een half uur verder, sorry. Lijkt Bart wel. Het scheelt dat hij er niet is. We wachten een tijd aan jouw tijd. Maar ik heb wel een preview en twee nieuwe games. Ja. Yeah, fair enough. Ik heb niet eens een nieuwe game. Ik heb amper game. Ik heb de Zelda Zone Zero weer gespeeld. Nee. Ja. Wow. Dat is jouw Overwatch nu. Aan het worden inderdaad. Ja, als typisch. jij hebt je Nuzlocke. We hadden het er net over inderdaad. Ik had mijn playtimers even teruggekeken. En ik zit pas ergens tussen de 4 en 35 uur. Dus het valt al met al best wel mee. Ook, wat jij ook al zei. Het heeft maar lang over gepraat dan. Voor hoeveel je er hier in de podcast over hebt gepraat. Voelt het eigenlijk alsof jij al bijna aan de 100 uur zit of zo. Maar... Ja, dat gevoel heb ik ook. Maar... Klopt die tijd wel? Ja, het is epic. Net een nieuwe feature. Dus je weet is nooit die pas of... sinds deze week kan tellen of zo? Nee, durf ik niet te zeggen. Oké. Okay. Ah, ja, okay. Maar heb je het nog naar je zin? Ja, ik heb prima naar mijn zin. Ik zit er weer halverwege de volgende Battle Pass, dus dat zit ook alweer wel aardig goed. Maar dit is precies hetzelfde als Genshin Impact. Er blijven events bijkomen, er blijft content bijkomen en er zit gewoon geen rem op die games. En eerlijk is eerlijk, ik ga daar niet over klagen. Nee, dat snap ik. Zolang ik het leuk vind om te spelen en er blijft alleen maar content bijkomen, prima man, helemaal goed. Ik denk dat zij hun playerbase heel goed kennen. Dat denk ik ook wel. En dat zij heel goed inspelen op wat ze willen. Tuurlijk. Dat zie je wel, jij vindt het fantastisch. Ja. Dus... Ja, ja, ja. Hij heeft er zelfs per ongeluk een knuffel van besteld. Ja. Ja, fijn jongen. Wat gebeurde daar, Gijs? Nou, ik was inderdaad op zoek en even kijken of er iets van merch was. En toen had ik dus, ik heb mijn creditcard nog aan mijn Amazon gekoppeld. Ja. En in plaats van dat ik hem met mijn... bandje duwde ik op direct buy. Buy it now. Ja. En dan heb je zeg maar 5 seconden om het te annuleren. Oh. 9 van de 10 keer denk je bij jezelf, oh, gebeurt er? Oh, kut. Ja. Ja. En toen had ik ook geen zin meer om het te annuleren. Dus ik denk van, nou, weet je wat? Hé, hey, die heb ik. Ja, weet je, dat is ook niet zo erg. Nee, zo duur was je niet. Dus je had ook voor die prijs een Battle Pass kunnen kopen. Ja, daar kom je nou mee inderdaad. Ja, dat had ik kunnen doen inderdaad. Ja. Had je kunnen. Dus de volgende keer moet je dus op je Battle Pass klikken om niet te kopen in plaats van een knuffel. Nee, knuffeltje heb je wel langer plezier van. Ja, daar kan je inderdaad ook naar kijken. Inderdaad, offline ook. Na 9 weken, zeg maar, kun je alsnog ergens. Ja, en als je hem zat bent dan... Ja, prima. Oké. Okay. Ik weet nog steeds niet of ik inderdaad in dilemma zit, want ik heb eigenlijk niks met microtransactions, maar ik heb al zoiets van, voor de tijd die ik er nou in heb... Tiende is eigenlijk ook wel enigszins compensatie. Want wat kost een Battle Pass? Die is geloof ik... Je hebt er twee. Je hebt er één van €11 en eentje van €22. Ik bedoel... €11 voor een Battle Pass dan voor 2 maanden. Dat is fijn. Yeah. Als je kijkt, zeg maar... Ik geef meer geld uit aan games die ik nog niet gespeeld heb. Of die nog op mijn lijstje staan. Oh, dan dat jij, zeg maar, tijd in gestoken hebt in een game waar je niks voor betaald hebt. Dus ik denk, it's not a cardinal sin, denk ik, in die zin. En ik denk ook, weet je, we hebben het natuurlijk een tijdje terug over gehad, weet je, het is klaar met gejanken over microtransactions, je doet het wel of doet het niet. Mm-hmm. Als het niet afdoet in de game, weet je, laat lekker gaan. Yeah. Als je iets leuks voor terugkrijgt, waarom niet? Voor mij voelt dit net zoals meer met Fallout, meer als een donatie dan inderdaad echt iets in Battle Pass. Want ja, ze hebben het ook wel nodig. Ja, ze hebben echt het geld nodig. Niet zozeer dat ze het nodig hebben, maar meer dat, het zwaar. Meer dat ze het inderdaad wel verdiend hebben. Als in, ik heb er heel veel lol uitgehaald en... Nee, natuurlijk. Niks te zijn. Nee, maar dat snap ik ook wel. En dat is ook wel een goede reden om het te doen. Buiten het feit dat je dus, wat ik zeg, heel veel tijd in die game steekt. Mm-hmm. En daar denk ik niet dat dat heel gek is als je daar ook wat aan uitgeeft. Ja, precies. Ja, dan wordt de context van je geld uitgeven anders. En ik heb tegenwoordig een beetje disposable income, dus het kan. Daarom, ik bedoel... Ja, dat is fijn. Ik, dat is ook de reden waarom ik natuurlijk elke 2 weken nu een nieuwe game probeer te spelen, de Game Pass. Dat je dat er ook uithaalt. Ja, want de Game Pass speel ik natuurlijk ook andere dingen constant door, zeg maar, die ik ja, waar ik de Game Pass ook voor heb. Mm-hmm. Maar ja, ik heb wel zoiets van, weet je, ik wil wel iets nieuws ervaren ook steeds. En dat is goede motivatie. En ik denk dat het ook een goede motivatie is om te blijven spelen. Buiten het feit dat je natuurlijk al heel veel speelt. Mm. Ja. Dat het ook nog iets wat oplevert in die zin. Ja. Weet je, het is €11 per 2 maanden. Ja, weet je... Dat valt nog wel mee inderdaad. De Humble is duurder, zeg maar. Ja, dat de Humble is duurder dan is elke maand. Dan krijg je wel natuurlijk 8 games voor tegenwoordig. Ja, hoeveel van die 8 games speel jij altijd? Ik probeer er altijd 2 of 3 te spelen. Niet meteen. Ik had deze maand al zoiets van, misschien skip ik hem wel. Ik weet begonnen wat er deze maand ook al in zat. Sifu en High on Life zat erin. En Die High on Life, die heb ik weggegeven. Die had ik al. Oh. En voor mij had ik nog 200 games. Ik vind High on Life verschrikkelijk. Maar anyway, mocht iemand willen zijn, dan... Ja. Roepen. Okay. Maar je doet het, weet je. Het is gewoon near fair right om dat te doen. Ja.
We gaan erover nadenken. Ik had verder, want jij begon over Vampire Survivors. Ik had nog wel die Bounty of One. Die had ik nog wel even. Ja. Alle characters unlocked ondertussen. Ja, heb je ook. Iets minder werk dan, dan Vampire Survivors. Fucking Onion. Ja. Daar heb ik lang over gedaan, de tering. Ja, ja, ja. Want je moet bepaalde karakters gebruiken om andere karakters fight te kunnen spelen. Ja, ja. Dus, ja. Dan... En dan heb je één power-up, is de Onion. En die dropt niet heel vaak, want dat is helemaal heel erg RNG. Ja. En dat duurt heel lang voordat je hem hebt. En als je hem hebt, dan heb je hem klaar. En dat is ook de laatste die je hebt, en dan denk je... Nou wat? Ja. Soms zijn zo'n games ook gewoon klaar. Ja. Heb je het gespeeld en dat is het klaar. Met deze wel, ja. Dat hebben we met Death Must Die ook gehad, totdat die update kwam. Ja, ja. Met Death Must Die is het oké, ik ben nu klaar. Ja. Prima. Ik blijf eigenlijk doorgaan. Ik vergeet dat altijd, zeg maar, dat ik... Soms heb je een game, mm-hmm. en die kun je gewoon voor een paar uur spelen, en dan is het klaar, dan hoef je hem niet meer te spelen. Maar ik heb altijd, als zoals ik ergens Botany aan... Manor. Als ik ergens aan begin, dan heb ik altijd iets van... Oké, maar dit gaat gewoon een timesink worden van 30 uur. Nee, dat hoeft niet. Ja, ik had dat heel erg met de laatste Assassin's Creed games. Dat ik denk van, nou, Origins heb ik 90% uitgespeeld. Odyssey 70%. Valhalla 5%. Als ik het haal. Dus het werd wel steeds minder. Maar, maar er zijn ook echt enorme games. Dus, ja, af en toe is het fijn om gewoon een game een paar uur te kunnen spelen. Dat het dan klaar is inderdaad. Zeker. Over timesinks gesproken. Ja. Ik heb City Skylines gespeeld. Ja. City Skylines 2. Ja. Op mijn nieuwe PC. Nice. Op je nieuwe werkende PC. Mijn nieuwe werkende PC. Oh ja. Willen, willen we bets doen over hoe vaak City Skylines 2 is gecrashed? Nee. nieuwe rig... Alles draait vanaf van M.2 twee keer. Nul keer gecrashed. Dat is ook wel eens fijn, hè? Oh, volgens mij lag heel veel van de crashes gewoon op mijn PC. Ja, dat denk ik ook wel. Maar het is natuurlijk dat ik draai die game met een stuk of 50 mods. En het feit dat die het gewoon een aantal uren in één stuk door gewoon heeft gedaan. Dat is ook wel eens fijn. Dat ging niks mis. En ja, dat is wel lekker. Dat is fijn. Het geeft me ook veel meer motivatie om, zeg maar, van een stad verder uit te bouwen dan als ik me een keer... Ja, wat ik hiervoor altijd had, is ik slinger die game aan en ik speel een beetje en toen crash je die en slinger hem nog eens aan. Dus dan, weet je wat, ik heb helemaal geen zin meer in. Dus volgende maand weer gewoon Sea of Thieves, hij als captain en dan... Ja, dat kan wel. Een herkansing, ja. Die zit er dik in. Ja, ik bedoel, als hij nou krijgt, dan ligt het gewoon naar jouw stroom. Nee, ligt gewoon aan jouw punt. Dan weet ik het niet meer. Ja. Dus we hebben voor mij alles behalve je harde schijven vervangen. Dus, dus ik, dat betreft, voor mij alles behalve je harde schijven. Ja. Letterlijk alles. Alles is nieuw. Zelfs je case. Ja, mijn case is twee keer zo groot. Ja, iets bulkier inderdaad. Ja. Maar, ik heb ook al mijn monitoren, zeg maar, zo'n 20 centimeter naar links moeten schuiven om plaats te maken voor de case. Maar dan heb je wel wat. Ja. City Skylines onafgebroken voor een paar uur. Cash. Onder andere. Compromises. En hopelijk dus ook Sea of Thieves die dan dadelijk werkt. Ja, en verder heb ik nergens tijd voor gehad, want ik heb heel veel gewerkt en gesolliciteerd. Ook met het echte leven. Ben je ook in Engeland geweest tussendoor? Ja, de dingen, ja. Ja? Ja. Ja, dat ook. Ja. Oh ja, ik... Oh, dat is misschien... Dat heeft niks met gaming te maken, maar ik ben naar Deadpool Wolverine geweest. Oh ja. Hoe was... Oh kut, ik moet nog een Borderlands film hebben, sorry. Ja, oh god. Ik vond hem heel leuk. Ik heb hem nog niet gezien. Nee, ik heb nog geen tijd gehad. Oké. Ik heb nog geen tijd genomen. Het kuttige is, als die film draait op de tijd dat ik kan, draait in 3D. En ik heb nog geen 3D films. Ja, dat is kut. Ja, ik kan... Ja, kan dat niet meer. Ik vond hem heel tof. Ik merkte heel erg aan... mijn vriendin die naast hem zat, hoeveel references. Hoeveel cameo's, De references en cameo's en alle gasp van... Oh! Dat was heel leuk voor haar. En ik had zoiets van, cool. Geen idee. Beetje net zoals de Fallout-serie, zeg maar. Bij Fallout was het een heel stuk minder on the nose. Ja, er waren heel veel references en die kon je... Als kenner kun je het zien. En dan, dat is vet. Maar je hoefde niet per se te kennen om de context van een scène of zo te snappen. Yeah. Dat was bij dit wel. Ik vond het een beetje, zeg maar, reference heavy. Dat ik op sommige momenten zoiets had van... Oké, er gebeurt nu iets heel erg groots. Nou ja, ik snap de context niet. Ik weet dat Channing Tatum erin zat als Gambit. Ja. En de film Gambit zou eigenlijk... Gambit zou eigenlijk een Origins film worden. Mm. Zoals X-Men Origins Wolverine ook een... Origins film is geweest en
Waren er meer? Of was alleen X-Men? Alleen Wolverine. Maar net. Maar Gambit zou dus eigenlijk zijn eigen Origins film krijgen. Die is toen gecanceld. Dus het feit dat hij hierin zit als Gambit kan voor heel veel mensen dus betekenen dat er misschien toch een Gambit Origins film komt. Mm-hmm. Want Gambit is een van de coolste characters uit de X-Men. Yeah. Gambit is zeg maar een kerel uit de bayou. Vanuit dat vreemde accent. Ja. Maar Gambit dit heeft zijn speelkaarten. En die kan hij laten ploffen. Boom. Le boom. Toch? Le boom. Zijn de Le boom? Vast, misschien. Ik heb niet zoveel op hem gelet. Maar ja, dat is mijn... Oké. Maar ik ben daar dus heel psyched voor. In ieder geval, ik hoorde dat... Ja, is kut. Ik zat er ergens. Ik probeerde spoilers te vermijden. En 2 dagen na die film uit, zat ik bij een maatje van thuis. En die zat met andere mensen erbij. Ah. Ja, toen hoorde ik de halve film. Ik zei, jongens, ik heb die film niet gezien. Ja, maar dat zijn geen spoilers. Zat een trailer. Ik heb de trailer niet gezien. Juist omdat ik de film moet kijken. Fuck. Yeah. Ja, dat is jammer. Maar... Nee, maar het was wel heel vet. Het is Deadpool. Oké. Okay. Nou ja, je weet precies wat je kan verwachten. Ja. Ik ga nog heel even terug naar mijn stukje. Ik heb de Borderlands film gezien. Ja. Ja, blij dat hij was. Wat een kutfilm. Kort en bondig. Review done. Okay. Ik denk dat dit de slechtste film is die ik in jaren gezien heb. Wauw. Niet de slechtste gamefilm. Niet de slechtste... Gewoon de slechtste film. Gewoon de slechtste film. Punt. Wauw. Complete miscast. Oké. Okay. Iedereen is te oud, is gewoon te oud gecast. Ja. Oh, Moxie is in de game, wat, 30, 35 of zo? Ja, zoiets. Moxie in de film is over de 60. Oh. Zo ziet ze eruit. En dan zie je er ook echt vanaf. Heel veel characters zijn gewoon te oud gecast. En dat is jammer. Phoenix. Dat komt gewoon een beetje raar over. Dus dat is heel kut. Acting chops, meh. Kevin Hart wordt dus een van de grootste sterren van die film aangekondigd. Heeft misschien... een kwart van de screentime van de main character. Tiny Tina is niet irritant genoeg. Dat is jammer. Ja. Maar Tiny Tina deed het wel leuk. Hoogtepunt in de film, low bar to clear, was Jack Black als Claptrap. Ah, okay, want hij deed precies zijn werk. Fucking irritant zijn, maar wel comic relief. En I don't know, I kind of like it. Dat was echt het enige dat ik denk van, dat is leuk in die film. Special effects van die film. Mijn god. Als je geen special effects kan doen, is het niet de bedoeling dat je het hele scherm vult met een vlammetje. Want dan verbloem je gewoon het feit dat je geen special effects kan doen. De film had een budget van 120 miljoen. Jezus. Ja, had een box office van 24 of zo. Dus ja, het viel nog mee. Maar echt, de special effects. Alsof op een gegeven moment komen er vlammen ergens uit. Ja, en het voelt gewoon alsof er iemand met twee van die gasbranders achter staat. Zo. Een budget van 120 miljoen. Dat is dus 100 miljoen aan Kevin Hart en Jack Black. Ja, nou, dus die kans zit er dik in. Maar het is echt zo'n boutfilm. Echt een boutfilm. Ik zat op een gegeven moment in de bios. Hij is ook gewoon niet leuk omdat hij slecht is. Nee. Ja, okay. Ik zat op een gegeven moment. Hij begon grapjes te maken op een duur. Het was mooi. Maar ik zat dus langs een maatje van mij in de bios. En ik kijk op mijn telefoon. En ik tik hem aan. Zit die film is nog geen uur bezig. Oh. Hij zei, nee. Ik zei, gast, we moeten nog gewoon ruim een half uur. Gewoon nog 40 minuten ongeveer. Ja, ja. Nee, ik zei, ja echt. Zo'n film is het. Let's go. En dat is echt dramatisch. Wat en kut. Het idioot is ervan dat het nou dus geruchten gaan over een deel 2. Ik denk, nee. Afblijven. Als je 100 miljoen verlies leidt. Als iemand het gaat doen, laat het dan het team doen wat de Fallout-serie gedaan heeft op Amazon. Oh, kill. Laat zij dan die productie studio... Laat hen dan gewoon een serie maken van Borderlands. Dat is veel beter. Dat is veel leuker. Je zou eens eerder een tekenfilmserie moeten maken. Ja, zoiets. Maar dit is gewoon ruk. Het is echt ruk. Het is niet leuk. Het is niet fijn. Het is niet gezellig. Dan kan je ook gewoon op leeftijd casten inderdaad. Of in ieder geval hè, op wat er op beeldscherm. En dan kan je ook gewoon de special effects... Een tekenfilmserie van Borderlands zou veel beter zijn. Tuurlijk. Ja. Ja, dus dat. Om die smaak dus te verbloemen, ben ik wel vergeten, heb ik Tiny Tina's Wonderlands dus gespeeld voor de eerste keer. Ja. Want ik dacht, die heb ik ergens in mijn Steam staan. Ja. Een uurtje of 2-3 inzetten. Dat is best geinig. Ja, dat is best een leuke game. Het is gewoon een beetje combinatie tussen RPG, een shooter en D&D. Cool. It's pretty fine. Hij is leuk. Sorry, dat was ik niet even kwijt. Maar Borderlands, ga er alsjeblieft niet heen. Want het is echt zonde van je geld en zonde van je tijd en zonde van je breincellen, want je verliest er een hoop tijdens die film. Oké. Okay. Kut film. Hey, we gaan er volgens mij best een lange podcast van maken. Er zijn ook nog best wel veel dingen gebeurd de laatste 2 weken. Ja, best wel. Gamescom. Ja. Uh-huh. Daar zijn wat dingen voorbij gekomen. Zeker. Zal ik daarvoor erheen blazen? Ja, doe eens. Doe eens even blazen. Gamescom Opening Night Live. Jeff Keighley. Doe me zijn blijbakkers. Samen met... Oh, ik ben even de naam kwijt. Nee, ja. Volgens mij zijn ze Belgisch. Nederlands. Ex-e-sporter. Of Nederlands zou kunnen. Ex-e-sporter. Skulls.
Ja, iets in de, ik ben van naam, kan er niet meer van naam komen. Ik heb niet gekeken, ik heb geen idee. Wel, ik heb de hele ding gezien. Zoek jij even op wie dat was. Ja. Maar die zeiden samen de presentatie, oftewel Jeff Keighley mocht alle leuke dingen aankondigen. En zij was er om de niet leuke dingen aan te kondigen, of in ieder geval de minder boeiende dingen aan te kondigen. Net als elke fucking Game Awards, dat zij ook elke keer afgescheept wordt met van die reclame shit en zo. Maar nou, er werden wat dingen aangekondigd. Als eerste werd Borderlands 4 aangekondigd. Komt de Borderlands 4. Nou, ik denk dat is wel slim na zo'n film die heel kut is, dat je er wel iets goeds probeert te doen. Lijkt me een goed idee. Dus ja, benieuwd daarnaar. Niks over bekend verder. Gewoon alleen de aankondiging. Okay. Gewoon een aankondiging. Gewoon de aankondiging dat er een game aankomt ergens een keer. Teaser van de trailer van de teaser. Precies. Een teaser van de teaser van een trailer. En de wielen van de fiets van Piet van Pa. Zijn zojuist gepasseerd. Zo. Fijn dat je dat niet je kent, vind ik al heel heftig. Shocks inderdaad, dankjewel. Evie de Porter. Klinkt inderdaad Belgisch. Ik dacht dat het Belgisch was. Nou. Daarna werd de Call of Duty Black Ops singleplayer campaign werd even getoond. Ja, ik vind die singleplayer altijd heel vet. Ik heb de trailer ook even gekeken. Ik vond hem best wel cool. Dit ziet er best wel vet uit. Ja, waarschijnlijk wordt het een campaign van 4,5 uur. Ja, maar... Dat is altijd. Maar het is zo'n ongelooflijk groot contrast. Deze trailer alleen al met wat de Modern Warfare 3 campaign is. Ja. Ja, het is Black Ops heeft natuurlijk altijd een hele sterke campaign in mijn ogen gehad. Modern Warfare 2, niet de vorm, maar de Modern Warfare 2 2021, maar die uit 2009. Ja. Fuck een goede campaign ook, 2022, goed. Fuck een goede campaign, maar Black Ops heeft voor mij altijd iets beter gedaan. Ook die omdat die Black Ops 5, die was wel... Die Cold War was echt heel cool. Weet je, in Amsterdam rondliep en zo. De karakters hebben voor mijn gevoel ook meer... Karakter. Karakter. Meer leven, meer backstory. Ja. Wat overtuigender. Een kerel als Woods of zo is echt gewoon iconisch. Ja, ja. En een Adler inmiddels ook. Ja. Die ook weer terugkomt in Black Ops 6. Zeker. Dus ik weet niet, het zag er wel cool uit. Een beetje spy-movie-achtige vibes. Ja, wat wel heel erg duidelijk was, dat ze heel graag een nieuwe movement wilden showen. Ja. Het achteruit rennen, het achteruit springen en diven, dat wilden ze heel graag laten zien. Of wat, dat kun je binnenkort ook doen in Warzone waarschijnlijk. Ja. Is dat niet wat Bart er toen zo over had? Omni-movement? Ja. Omni-movement, ja. Dat wilden ze heel graag laten zien. Ja, dat was toen ook al. Even tussendoor trouwens, ik ga niet alles benoemen wat tijdens de opening Night Live is gedaan, want daar zitten we hier morgen nog. Ja. En heel veel dingen boeien me ook gewoon niet. Nee, okay. Dus als je dat wil zien, check de opening Night Live, staat op YouTube 2,5 uur ongeveer. Prima van maken op de achtergrond. Ja. Verder Goat Simulator Remastered. De grootste meme van games ooit. Geniale trailer ook inderdaad. Ik had niet verwacht dat er een remaster van nodig was, maar blijkbaar komt er een remaster van. Ja, want Goat Simulator 3, wat het vervolg is van Goat Simulator, is pas uit eigenlijk. Vorig jaar? Ja, iets meer dan een jaartje volgens mij. Ja. Wat is remastered, maar dat wil niet altijd zeggen dat het daadwerkelijk ook een remaster is van Goat Simulator. Want het is Goat Simulator, dus het kan goed zijn dat het een compleet nieuwe game is. Dat zou kunnen. En die kans zit er best wel dik in, dat het er helemaal niks mee te maken heeft. Dat het een bundel is van alle twee of zo. Dat ze het gewoon Goat Simulator Remastered genoemd hebben, terwijl het eigenlijk Goat Simulator 2 is. Omdat 3 eigenlijk 2 is en 2 wordt dan 3. Ja. Maar 2 is dan eigenlijk Goat Simulator Remastered. Zo fuckers zijn het gewoon. Ja, absoluut. En het geeft ze groot gelijk. Het is koffiesteen toch, of niet? Ja. Het is hetzelfde als van Satisfactory. Ja. Dus dat, Starfield update, toet auto. Auto. Oetoe. Leuk. Een nieuw betaalde quest. Ik had een buggy en dat is leuk. Ah ja, er komt een buggy in. Kun je van nu spelen? Cool. Oh, oké. Nog geen tijd voor gehad. Vet. Maar je hebt dus nou een buggy die je dus kan kopen in de game. Wat echt wel heel handig is. Want sommige planeten, daar moet je gewoon tering aan het lopen. En vooral met die tempels. Ja, je bent gewoon af en toe echt kut aan het lopen. Bijna Death Stranding achter je. Nou, bijna wel, ja. En sommige planeten kun je dus mooi springen, kun je boosten. Maar als je zeg maar low gravity hebt, super chill. Mm. Maar als de gravity zeg maar laag is, dan spring je en dan heb je echt een huppeltje. Dan kom je 5 centimeter van de grond. Dus dan heeft het boost ook geen nut. De modern community is helemaal los met dat ding. Hè. Ik heb al echt vliegende dingetjes voorbij zien komen. Ik heb al buggies voorbij, van die kevers voorbij zien komen. Van die Bar Beach buggies. Nice. Zeker. Ja, dus ik ben wel psyched. En er is een release date voor Shadow Space. Oh. Ik geloof dat die september of... Oh, dat is op tijd. September was het? Ik meen dat september was, maar ik had nog geen datum gehoord. Dat zoeken we even op. Oh, nee, het is wel een 2 voor 12 podcast dit, hè? We zoeken het even op. Een belletje erbij. Ik ben benieuwd hoeveel van onze luisteraars weten wat 2 voor 12 is. 30 september. Eén, denk ik. 30 september komt die uit. Oh, 30. Dus dat is op zich, fijn dat er een release date voor is. Ook al prettig. Er was ook nog een betaalde quest op de mod community uitgekomen, toch? Van dingen zelf. Een betaalde quest.
Nieuwe content? Ja. Er zitten veel van die quests waar je voor kan betalen. Maar tot nu toe is er nog geen enkele quest geweest die ik moeten water geweest, wat ik begrepen. Okay. Sommige kosten 7,5 euro en dan koop je het en dan bij een half uur in het lopen is het klaar. Ja, deze was ook iets meer dan een uur, geloof ik. Ja, beetje matig. Ja, okay. Verder, Masters of Albion. Wat heb jij tegen Peter Molyneux? Echt die gast met zijn NFT-game toen van 40 miljoen. Ja, oké. Okay. Dat even daar gelaten. Peter Molyneux, maker van Dungeon Keeper, Fable, Black and White en nog veel meer games. In de tijd dat hij niet goed was, ja. Ja, kom met een nieuwe game, want hij was klaar met mobiele titels uit te poepen. Oh. Oftewel, die NFT's, daar was hij helemaal klaar mee. Ik denk dat het toen een beetje opgelegd is voor mijn gevoel. Want je merkt ook echt aan zijn presentatie van deze nieuwe game, dat hij zelf van, ik wil dat helemaal niet meer. Ik wil gewoon terug naar vroeger zo'n game maken. Hij had zijn oude team bij elkaar gehaald. Ja, 3 ervan. Ja, het team bestond al lang, maar het maakt niet uit. Hij noemt het gewoon nieuw. Maar het is wel zeg maar los van alles. Dus hij heeft gewoon zijn eigen dingetje, zijn eigen projectje. Mm-hmm. Ik ben wel benieuwd waar hij met de proppen komt. En hij heeft nu wel... Hij heeft niet meer de details die hij eerst had. Mm-hmm. Dus hij kan nu gewoon lekker zijn eigen ding doen. Wat is het? Slash, wat wordt het? Het is een builder strategy game. Het deed mij een beetje denken aan Manorholds. Maar dan op een gegeven moment kon je ook gewoon... In de persoon zelf nog. Dus je bent gewoon een dorpje aan het bouwen. Okay. À la Settlers, Age Empires idee. Alleen, je kan dus karakters kun je los besturen. Dus deze is een beetje een overkost daarvan. Met de invloed van Black and White inderdaad. Ja. Ook dat je gold spells kan gebruiken. Ja, het was een heel aparte game inderdaad. Maar ik weet niet of hij de narration had moeten doen. Weet ik ook niet, maar ik vind het wel leuk om hem te horen praten met passie in plaats van over NFT's. Ja, dat is inderdaad wel ik wel een beetje gemist bij. We zullen hem wel eens een keer een tweede kans geven. Ja, iets wat ik nu even wilde benoemen, want wie de fuck zat hierop te wachten? Ja. Squid Game Unleashed. Dat dacht ik ook. Want er komt een nieuw seizoen van Squid Game komt eraan, Netflix. Okay. Squid Game Unleashed is een Netflix game. Okay. Ik heb geen flauw idee wie erop zat te wachten, maar blijkbaar er mensen. Ik vind het überhaupt al interessant dat er een nieuwe Squid Game serie aankomt. Ik snap het wel, maar... Te halen. Ja. Er is, toen Squid Game uitkwam, was het natuurlijk best wel een hype. Hele heftige serie, intense serie wel. Uh-huh. Goede serie ook. Met veel plezier gekeken. Toen kwam Squid Game, The Real Squid Game. The Real One. Uh-huh. Ja. Dat was een Amerikaanse knock-off van Squid Game die zo slecht was... Die ook totaal niet de clue van de serie daadwerkelijk heeft begrepen. Nee. Andere kant, Squid Game zelf is natuurlijk ook weer een vervolg op Battle Royale, de film. Ja. Dus ja. Maar ja, best wel bakker. Zeg maar de real life. En seizoen 2 komt eraan, dus ja, er komt er ook een game bij, omdat Netflix Games nog steeds een ding is. Omdat tegenwoordig in plaats van iedere... wat is het? Film die vergamed... Ik weet niet, maakt niet uit. De game die verfilmd... series die vergamed worden. Ja. Yeah. Sure. Ja. Right. Anyway. Gamified. Yeah. Ja. Dus dat. En een laatste wat er aangekondigd werd was Mafia The Old Country. Mafia is natuurlijk een serie... Ja, 3 delen zijn er van uit. Ondanks is Mafia 1 Remastered... Op de Game Pass gekomen inderdaad, ja. Dankjewel. Sure. Heb ik nog niet gespeeld, maar ik ben wel benieuwd. Want ik heb 1 wel heel lang geleden gespeeld... En het laatste had ik weer beelden van 1 gezien. En dacht van, dat is wel een beetje achterhaald. Maar remastered nu, dus ik ben wel benieuwd. Ja, die remaster schijnt wel heel goed te zijn. Ja, dat hoorde ik ook. En nu komt dus Mafia The Old Country. En vanzelfsprekend speelt het zich natuurlijk niet af in Amerika, waar de rest het afgespeeld heeft. Maar in The Old Country, oftewel Italië, Sicilië, die reeks. Daar ben ik eigenlijk wel benieuwd naar, omdat Mafia 3 best wel een beetje een soft was. Okay. Eerste helft van de game was leuk en daarna was het meh. Ja. Speelde gewoon matig weg, fetch quest. Daarom ben ik benieuwd wat ze hiermee gaan doen. Want schijnbaar zijn ze hier al even mee bezig. Oké, dat was wel en wat ik zeg, er is veel meer aangekondigd, maar dan moet je zelf maar uit gaan zoeken. Teasertje. Hè? Nice. Dus dat. Ja, nou ja, iets... ik weet niet, hebben we verder nog iets van Gamescom gezien? Of, nee, want ik was ondertussen weer eens tegen iets anders aangelopen. Ik met mijn Zenlo Zero. Ik denk, zelfs kijken of er nog iets in dit genre eigenlijk is. En toen zei ik dus dat er een nieuwe... game aan zit te komen. Niet van HoYoverse, maar van een andere studio. Hotta Studios. Oké. Okay. Zelfde idee, zeg maar. Maar dit is, zeg maar, een combinatie van Xenoblade Chronicles Zero en... Ja, een open wereld. Ja. Ja, dit hou je altijd. Ik heb nu even de trailer, of in ieder geval de reveal trailer aangezet van 13 minuten. En de eerste 2 characters die we zien, denk ik, de tweede, die heeft, zeg maar... Ja, een... flinke oren. Ja, maar dat soort dingen krijg je dus inderdaad. Want dat zit helemaal in die anime-universum natuurlijk.
Ik zie nou alleen die characters. We moeten hem een klein stukje doorspoelen. Dan krijg je ook een beetje de fight scenes te zien. En ook de open wereld. En zeker het einde, dan wordt hij ook wel heel apart. Want ook, dan gaat ook de gravity en alles te gaan. En dan is het gewoon een open wereld waar je dus gewoon tegen de muur op kan lopen. En ook gewoon... Is het een fantasiewereld? Is het een plek in Japan? Het is duidelijk geïnspireerd op Tokio. Ja, nee, want ik weet bijvoorbeeld Persona. Ja. Je kan dus... Daar ben ik achter teruggekomen. Je kan in Tokio kun je dus de Persona Tour doen. Ja, vet. Er zijn dus plekken in Tokio. Ja. Wat één op één is van... Ja, wat één op één is van Persona. Ik kan dus die... Holy shit. Ja, je kan dus daar kan dus naar de tour doen. Dus, dat je dus echt naar die plekken toe kan. En kun je dus een beetje vergelijken van hoe het eruit ziet in de game. En het echt en het lijkt heel erg op elkaar. Vet. Daarom vroeg ik me af. Ja. Maar je kan dus inderdaad in deze game kun je dus naar een soort van onderwereld toe. Ja, het is een beetje... Nou, je Persona aanhaalt. Het is een beetje een onderwereld. Wereld die dus in de echte wereld tevoorschijn komt. Alleen is het niet net zoals een Persona een instance. Maar het gebeurt dus gewoon in de wereld zelf. Je bent aan het vechten tegen een vendingmachine. Hoe Japans wil je het hebben? Ja, precies dat. En dat trek ik de laatste tijd echt wel heel goed. Gewoon die hele wazige fantasiewerelden. Ook in dit geval een semi-echte wereld. Maar ook de over-de-top vechtstijlen en dingen die je hebt. Ik kan dat wel heel goed hebben. Ja, het ziet er best wel leuk uit. Ja, het ziet. Hebben jullie wel eens met een vendingmachine gevochten? Nee. Ik heb wel eens tegen een vendingmachine. Precies. ik zal ook even de game noemen, want de naam is natuurlijk weer echt Japans. Dat je denkt van Neverness to Everness. Ja, waarschijnlijk heb ik er ergens in beeld staan, maar misschien ook niet. Neverness to Everness. Ja, de namen zijn altijd... Zenos Zone Zero is ook zo'n naam dat je denkt van... Neverness to Everness klinkt echt als zeg maar een boyband project uit de vroege jaren 90, wat nooit echt gelukt is. Ik zat eerder te denken aan een soort van een documentaire van een of andere popster of zo. Ja, van Neverness to Everness uit de jaren 90. Wauw, oké, dat is een ding. De boyband heet Neverness en... Oké, anyway. Oké, cool. Dus dit is je volgende... Ja, die kans zit er wel volgende in. Volgende verslaving na ZZZ. Ja, ja, die kans is wel deze. Deze heeft wel iets meer horror elementen nog erin zitten. En paranormale dingen. Dat doet jou toch niks. Dus. Ja. Ja, het scheelt al stuk inderdaad. Maar cool. Ik kwam hem tegen en ik denk, ik vind hem wel heel vet. Dus deze komt... dit is ook weer zo'n ding. In september komt er meer nieuws. Dus ik heb nog geen release date voor deze game. Oké. Maar wat ik er zo van zie... Ja, komt best wel eens een leuke game worden, ja. Alright, cool. Ik zou trouwens even denken, we hadden over een documentaire of iets. Totaal zijspoor. Op HBO staat Seven Days in Hell. Oké. Even zeggen hoor. Seven Days in Hell. Dus een uurtje. Gewoon een urk of wat. Is een uurtje. Is een mockumentary. Ja. Met Adam Sandberg en die kerel die Jon Snow speelt. Oh ja. Ja. En het gaat erover, het is echt een mockumentary, van heb ik, ja, dat is hilarisch. Dus helemaal kapot gelachen. Ga het kijken. Okay. Maar het is een mockumentary over twee tennissers. Andy Sandberg speelt de geadopteerde broer van de zusters Williams. Oké. Fucking bizar. Oké. En Keith Harington inderdaad, die speelt dus een Britse royal, zeg maar, proper tennisser. En het gaat erover dat ze dus de Seven Days in Hell gespeeld hebben. Dat ze 7 dagen lang en tennissen waren op Wimbledon. Het is, of in ieder geval op een tennisnoot. Volgens mij noemen ze Wimbledon niet eens. Maar het is echt fucking hilarisch. Het duurt een uur. Het is een mockumentary. Ik ben helemaal kapot gegaan. Ook alle cameo's die erin zitten. Allemaal gastacteurs. Fucking David Copperfield zit erin. Het is echt... Maar het is volgens mij gewoon alles wat Andy Samberg aanraakt verandert in goud. Ja, ja, al veel. Niet alles, maar al veel. Ja, echt. Seven Days in Hell. HBO. Ga checken. Okay. Sorry, wat even een zijspoor. Doe dus, nooit. World of Warcraft. Ja, er is een nieuwe expansion gedropt deze week. Net zoals met elke expansion ga ik mooi even een maandje afwachten tot 1. Alle queues weg zijn. 2. Alle spelers opgerold zijn in de beginstukjes. En 3. Alle bugs weg zijn. Ja. Maar wat ik er van nou heb gezien, zijn ze wel weer redelijk terug bij een hele goede expansion aan het komen. Dus ik hoor ook van verschillende geluiden, ook van Pirate Software en zo. Ja, ja. Die is ook redelijk onder de indruk. De nieuwe talents zijn goed te combineren. Er zijn goede combinaties mogelijk. Wat mij vooral opviel was dat je de dungeons tegenwoordig alleen kan runnen. Dus in plaats van met 5 idioten die gewoon doen wat ze zelf zin in hebben. En totaal dat je eruit gekickt wordt of weet ik veel wat. Kan je dus ook gewoon NPC's inhuren. Cool. Dus gewoon met 4 NPC's een dungeon kan runnen. Dus daar kan je zelf ook instellen van willen we iets sneller vooruit, willen we rustig aan. Hm. Je kiest ook je eigen rol dus daarin.
Nice. Dat was een hele goeie. Ze hebben vanuit Dragonflight hebben ze de Dragon Racers nou overgenomen. Cool. Je kan nou ook diezelfde snelheid en diezelfde trucs doen met je eigen mounts die je al had. Okay. Dus dat was ook wel een goede toevoeging. Ja, en het verhaal, ja, dat is natuurlijk altijd maar even afwachten. Ik heb hem nog niet gespeeld, dus daar kan ik helaas nog niks over zeggen. Maar ja, ik denk ik wil hem toch wel even benoemen deze week. Want ik hoor er hele goede dingen over. Dus nou, ik hoort er wel een maandje wel van jou? Ja, zo ongeveer, denk ik. Ze zijn er zo'n zeer van de kant op geschoven. Dan kun je... Nou ja, het is voor mij altijd natuurlijk van... de prijs is omhoog gegaan van de expansions. Hij is van 40 naar 50 euro gegaan. Oh, ja, dat was ook mijn reactie. Dan moet je natuurlijk een game time bij kopen. Ja. En als je dat erbij hebt, dan kan je ondertussen gaan denken van... Goh, als ik dan toch koop, wil ik dan de Epic Edition? Die zijn 90 euro. Dus voor mij was het echt zo van... wat ga ik doen? Ja. De Collector's Edition was uitverkocht ondertussen, dus die heb ik ook laten gaan. Ah, heb je heel lang over nagedacht? Heb ik heel lang over nagedacht, maar hij is alleen maar of in Duits of in het Frans beschikbaar. Dus Nee. Helaas. Alright. Okay. Ja, dat was even kort mijn mini-wow-ding. Daarnaast is er vandaag op dag van opnemen, ja, was er een Nintendo Direct. Ja. In combinatie met een Indie Worlds of zoiets. Mm-hmm. Het was voornamelijk gewoon heel veel... Het was geen daadwerkelijke first party Nintendo games. Maar vooral heel veel indies. Ja, en voorbij de quickfire indie line-up, zeg maar. Ja, best wel. En nogal direct, zeg maar. Volgens mij is... Ik mis Bart. Sorry, ik probeer in te vallen. Dat deed hij ook al. Volgens mij is het een beetje... We krijgen wel eens klachten dat we niet genoeg over cozy games praten. Ah. Best wel een cozy game heaven voor ja, alle cozy gamers. My Sims, dat vroeger op de DS en op de Wii volgens mij. Ja. Niet naar mij kijken, ik krijg niet. Ik heb het ook nooit gespeeld. Maar het is een soort van mix tussen Animal Crossing en Sims eigenlijk. En dat komt naar de Switch. Het is ook een collectie volgens mij. Dus ook zeg maar de oudere games. Die worden dus geport naar de Switch. De eerste was in 2007 voor de DS en de Wii. Ja. En ik had al direct aan Otje gevraagd van... Hey, wat vind jij ervan? En ze was helemaal enthousiast. Dus dat is even een goede graadmeter van... Oké, hoe ligt dit bij de cozy community? Ja. Die heeft een hele cozy community dus, ja. Ook een game die wij hebben gespeeld, Wobbly Life. Ja. Komt naar de Switch. Ook leuk. Otje was helemaal enthousiast. Ja, dus ja, maar de Switch alleen een klote wifi-adapter heeft. Maar... Ja, dat wordt interessant, omdat het voornamelijk een multiplayer game is. Ja. Dus, Civilization 7 op launch naar de Switch. Interessant. Okay. Interessant. Maar aan de andere kant, hij komt ook op de PS4 uit. Ja. En op de Xbox One ook. Heeft wel een hoop op. Ja, maar het is vooral nu eigenlijk helemaal zo'n... Wat gaat de... Wordt het überhaupt wel een next-gen titel, zeg maar? Ja. Weet ik niet. Ik denk ze hebben 8 jaar de tijd gehad ondertussen. Dus, ja, dat is het. Is een presentatie geweest of komt een presentatie nog? Die is geweest. Die gameplay is na de presentatie van Opening Night Live geweest. Oké. Okay. Bart was drie keer. Over 2 weken spreken we Bart er wel even over. Over Civ 7, wat hij ervan denkt. Ja. Okay. Ik vond het wel heel interessant. Heel veel Balatro collabs met dingen als Among Us. Oh, cool. En nog wat dingen, die ben ik nu vergeten. Maar volgens mij zijn gewoon zeg maar skins over de kaarten heen. Cool. En dat zag er op zich best wel... leuk uit of zo. Nice. En het ook wel best wel passend voor mijn gevoel bij Balatro. Ja, ja. Maar Balatro is gewoon leuk. Ja. Zeker leuk. Ik dacht benoemend, want... Ja, fucking Balatro, love it. Misschien wel de beste collab die geshowd is, is de Power Wash en Shrek collab. Oh, wow. Get out of my swamp. Ja. Het is weer een betaalde DLC wel. Ja. Ik geloof die 10, 15 euro gaat zijn. Zou kunnen, laat me dat is de vorige DLC van de Bikini Bottom was volgens mij ook 15 piek. Ja. Ik bedoel, je krijgt wel altijd play hours voor je geld. Dat zeg maar. En als je de game koopt, je hebt heel veel gratis updates. Hè? Ja. Zeg maar, Muckingham is nog steeds, zeg maar, komt nog steeds met nieuwe chapters bij. Mm. Dus ik heb ook de afgelopen 10 chapters niet gespeeld. Of de afgelopen 10 levels niet gespeeld. Gewoon niet bij te houden. Maar ja, Power Wash met Shrek inderdaad, zag er wel grappig uit. Ja, dat ja. Benieuwd. Ook wel wat enthousiaste reacties daarvoor. Mm-hmm. En een aantal dating sims, waarvan één heel erg interessant... interessant, dat is een woord daarvoor. Enthousiast in één keer, hè? De game heet Date Everything. Oh ja, daar heb ik ook iets van gezien inderdaad. Kom naar de Switch. En
je kan zeg maar alles Everything. Met alles daten. Mm-hmm. Dus je kan naar een alarmklok toe lopen. Ja, ja. En dan wordt het de alarmklok gepersonificeerd. Alright. Dus het is wat ik heb gezien in die trailer was dan het is een poppetje met een of gewoon een mens eigenlijk met een pak aan waar dan een alarmklok op te zien is. Hij had katoren. Ja, en, ja, een beetje dat hateful boyfriend idee zeg maar. En heb ik zoiets van hebben wij dit nodig als mensheid? Je weet dat ding als Tank Girls bestaat en zo. Ja, en, maar... Panzermedels was het. alles is datebaar. En alles verandert in kleine schoolmeisjes en weet ik veel wat. Maar moeten we dat willen? als... er is een duidelijke markt voor. Dus blijkbaar. Ja, lijkt me trouwens wel gruwelijk irritant als je een alarmklok als vriendin hebt. Ting, als je eruit wil zetten, weet je wel. Dan soorts wakker maakt. Dat is maar 9 minuten stil. Ja, snoes. Ja, dat is wel een leuke koosnaam. Heb jij snoes? Ja. Dan heb je kop geslagen en tink en nou uit. Ja, anyway. Er zaten nog wat andere dingen bij, maar dit waren vooral de dingen die mij, de games die mij meest naar voren sprongen. Ik heb niet zo heel veel opgelet, want... Ja, nee, ik hoorde je net inderdaad... Hey, ik zet gewoon mijn wishlist. gewoon uit nieuwsgierigheid. Ja, nieuwsgierigheid. Want ik weet gewoon niet wat... Ik weet wel wat ik me voor moet stellen, maar ook weer niet. Je hebt ook de KFC dating game gespeeld op stream. Dus ja, dat kan er wel bij. 100 dateable characters. Oké. Okay. Oh, dus niet everything. The developer describes the content like this. Bad language, sexual innuendo. Uh-huh. No, or in your endo. Narrative contains sexual reference, alcohol reference and use, tobacco reference. Well, oké. Dus het valt nog mee. Kom naar de Switch. Ja, maar dat zijn maar dus references. Yeah. Ik bedoel, als die fucking games van jou... Weet ook alweer... Ja, van die quizzes voor jou. Maar van een kringje. Dat is eigenlijk een goeie, maar daar komt ook geen dingen in voor. Dat is ook alleen maar... nee. Dat zijn ook alleen maar references. Ja, maar dat... ik heb een van de games gespeeld, hè? Dat zijn flinke references. Dat zijn hele flinke references. Ik heb ook maar ooit één gezien. En, dus. en ik heb ook gekeken hoe oud die meisjes waren. En toen heb ik de game ook afgesloten. Dat was niet... Nee. Anyway... Moving on. Nog één kort ding wat ik wil bespreken is... het was... niet afgelopen weekend ervoor was het Pokémon Worlds. Pokémon World Championship. Mijn goede vriend Ryo heeft meegedaan. Ah, oké. Was het in Hawaii, toch? Huh? Was het in Hawaii, was hij toch? Was in Hawaii, ja. Holy shit. Is hij naar Hawaii geweest? Hij is naar Hawaii geweest. Fucking vet. Weer 4 van de 7 gewonnen? Uiteindelijk heeft hij van de 8 games heeft hij er 4 gewonnen. Oh, netjes. En 4 verloren. Daarmee niet door naar... Classic. Nee, dacht wij, ja. Ja. Hij is bekend om 4 partijen te verliezen op een toernooi. Absolute average. The most 4-5 player ever, toch? Ja. Sorry, maar er waren ook wat aankondigingen voor Pokémon Unite. Komen weer nieuwe karakters worden aangekondigd. Ja, no heel leuk. Pokémon TCG Pocket, de trading card game Pocket voor op je mobile, die komt op 30 oktober. Dat wordt wel een leuke. Ja, dat lijkt. Dat ziet er wel eigenlijk heel leuk uit. Een beetje daily pakjes openen. Dat lijkt me wel lachen eigenlijk. Ja, dopamine. Ja, dat vooral. Ja, en sinds de Pokémon Go echt helemaal naar de klote is, ja, dan is dit misschien wel een leuke. Ja, het is niet meer goed speelbaar. Het was een tijdje terug was het echt verschrikkelijk. Ze hebben een tijdje terug wel een update gedaan. Mm-hmm. Is het iets beter geworden, maar op een gegeven moment zat ik echt tussen de 6 en de 12 frames per seconde als ik een bal gooide. Ja, het lag niet aan jouw telefoon, want mensen met iPhone 15 Pro zeg maar er ook last van. Jezus. Ja, er waren heel veel mensen niet bij. Ik zat te denken als ik naar Japan ga om het gewoon te gaan spelen als ik daar ben, want ja. Weet je? Waarom ook niet? Goed bereiken. Kan ik een paar jou doneren? Heb je speciale Pokémon of zo? En ook voor Pokémon Go hebben ze... In hun trailer ding staat Something Big is Coming. Is dat put? Oké. The title of your sex tape? Ja, zoiets. Fantasiefilm. Ik vind het vooral zeg maar een interessante manier van. Dit is ook zeg maar iedere metal band die zegt van big things coming en dan is het gewoon zeg maar ze hebben een nieuwe plaat opgenomen. Ja, ik dacht net zoals Metallica en Fortnite. Ze doen zeg maar een tour van een week. Ja, dat is ja. Een European tour en dan zeg maar 5 shows in Engeland, eentje in Nederland en eentje in België, weet je wel? Maar ja, de rest van Europa bestaat niet. Dus er komt Something Big naar Pokémon Go. Uh-huh. Wat weten we niet, maar dat komen we zelf achter. Wat voor mij het meeste opviel. Nou?
was dat er geen nieuws was over de aankomende Pokémon Legends game. Pokémon Legends ja. ZA. Was ik eigenlijk wel naar benieuwd. Van, ik dacht van, oké, nou, dat is het perfecte moment om hier wat meer nieuws op te hebben. Hij komt begin 2025, komt hij aan. Mm-hmm. En het World's leek een perfect moment om hier wat meer informatie over te verstrekken. Ja. Want het enige wat we nu weten is dat de game eraan komt. En anders wel op de Direct van Nintendo inderdaad. Ja, het was een van de twee. Het was goed geweest. Pokémon denk ik komt normaal nooit echt binnen Nintendo Direct. Die hebben zijn eigen Pokémon. Ja, helemaal niet tijdens in de editie. Ja. Fair enough. Voor wat Pokémon Legends nieuws moeten we nog even wachten. Oké. Dus dat was wel een beetje jammer. Misschien bij de Game Awards of zo. Right. Die daarvoor. Ja. Over dingen waar we langer moeten wachten. Ik heb er een keer een top 6 quiz gedaan. Top 6? Top 6 quiz? Oké. Normaal waren het top 10 quizzes. Ik had namelijk vorige keer verloren. Ja. Ja. Dat was even geleden. Ja, dat is even ik was even vergeten een quiz te maken dat jij vandaag zei. Classic. We hebben bordjes. We hebben bordjes. Watch. Hey, om het thema te blijven van Star Wars. Oh, oké. Heb ik een zestal Star Wars games opgeschreven. Oh, nee. Voor de mensen die voor de eerste keer kijken en of luisteren, of misschien dat je op TikTok kijkt. Nee, deze niet. Maar niet uit. We spelen Metacritic Quiz. Dat betekent dat we 6 vragen hebben met scores. Die scores komen van Metacritic af. Er zijn de review scores. Er zijn dus gerenommeerde websites. Die pleuren een score neer, of die worden daar verzameld. En daar wordt een gemiddelde uitgehaald. Dat is van 0 tot 100. Het kan bijvoorbeeld zijn dat de game een 40 heeft. En Dennis schrijft een 80 op. Dat betekent dus dat hij dus 40 punten krijgt. En hoe meer punten dat hij heeft, hoe slecht dat hij doet. Net zoals bij... deze quiz. Golf. Ja, golf. Golf, dankjewel. Dus, hoe minder punten, hoe beter. Hoe meer punten, hoe slechter. En wat ik zeg, 6 vragen met een critic. De eerste van vandaag is een game uit het jaar 2020. Oh. Dat is wel best mee, hè? Ja. Deze game kwam uit voor de PS4. Oh, dat is dan... Ja, in ieder geval, dat kon ik net. Ja, de PS4-versie, daar hebben we geen idee of er andere dingen uit is gekomen. Het is Vader Immortal, our Star Wars VR-series. Jezus Christus, man. Oké, VR-game. Nee, Darth Vader. Ik snap de verwarring wel, maar... Ja. Oké, ik verwacht dat Benny dit gewoon helemaal goed heeft, want deze game heeft hij gespeeld. Ja, er zijn meerdere games uitgekomen voor... Ja, het is een middag Star Wars game. Ja, nee, maar ook in dit genre, zeg maar. Maar VR, ja, weet ik veel. VR, PS4. Ik weet dat er één hele goede tussen zat. Volgens mij heet die anders, hoop ik. Want ja, score opgeschreven. Ja. Een 54. Oh. Dennis. Ik begin direct. Nice, 69. Nice. Ja, want volgens mij was die Star Wars Academy of zo, of iets met... Die was wel heel goed, maar ik weet niet of deze daar was. Vader Immortal Star Wars Series, Star Wars VR Series, PS4 2020. Had een 69. Oh, yes! Dat is zee. 69. Ja. Ik had het niet eens door dat ik nu zou denken, oh, verrek. Ja, goed begin. Hè? Ja. Goed begin, ja, precies. Goed, de volgende game is een game uit het jaar 2013. Deze game kwam uit voor de iOS. Aha. Dit is Lego Star Wars... De Yoda Chronicles. Mijn god. Ja, iOS. iOS. Ja. 2013. Lego Star Wars zijn altijd wel echt goede games. Maar... Yeah, iOS. iOS. Ze zijn altijd relatief. iOS. Wat was het? Niet naar mij kijken, maar ik weet het niet. De Yoda Chronicles? Ik koop geen game op iOS. Lego Star Wars, The Yoda Chronicles. Dat was nog voor dat Baby Yoda bekend was. Hè? Niet The Yoda Chronicles, dan zit ik gewoon like... Heel high. De Chronic. Hele... Dit is niet echt niche, want het is Dr. Dre, maar... Okay. Ja. Goed. Hebben jullie een score opgeschreven? Ja. Gijs. 80. Ik heb geen idee. 74. Nou, zo ga ik geen punten goed maken. Nee, zeker niet. Oh, deze game had namelijk een score van 43. Oh! De tering! Huh? Oké. Okay. Ja, iOS. Ja, nee, dus, iOS heeft meestal wel rond de 60 zo, maar ik denk van... Hè, Volgende game kwam uit 2003. Ik was specifiek de Xbox. Alright. Gewoon Xbox. Xbox. Ja. Dit is Star Wars Knights of the Old Republic. Oké. Okay.
Maar speciaal op de Xbox dan weer. Dat, niet die ondertoon zo van, wat was dat ook alweer? Niet mee. Was dat één of twee die goed was? Gewoon iets doen. Je moet je niet over nadenken. Oké, okay. Nou ja, prima. Ja. De 92 dan. Oh. 86. Want ik weet ook niet meer of de eerste of de tweede zo heel goed was. Maar... En of welk platform, want dan zei je dan ook yeah. Zo. Star Wars Knights of the Old Republic Xbox 2003 had 86. Yeah. Ja, ik hou daar gewoon op weer. Is het ooit voorgekomen dat we twee keer een nul hadden? Oh, volgens mij had ik dat ooit. Ja, hij ook wel. Okay, ja, volgens mij, ja, oké. Okay. Ja, oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Misschien dat je er nog eentje kan poelen. Ja, dan... De hat-trick, kijken of we elkaar krijgen. Let's kijk. Go. De volgende game. Uit het jaar 2019. Voor de Switch. Star Wars Pinball. Jezus. Wat voor de Switch ook. Wat kun je misdoen aan pinball? Switch, dan ben je met je... Dit kun je niet fout doen. Toch? Ja, ik denk dat ik er aardig in mee kan gaan. Oké. Okay. Ik ben middelend positief. 75. 75. 82. 82? Ja. Ik dacht niemand. Star Wars Pinball. De Switch 2019. 86. Oké. Okay. Gaat die goed? Ja. Ja, okay, ik had niet eens in de gaten dat er 286 uit elkaar zat. Ja. Nee, dat maakt er niet zo, uit. Zo rennen heb ik deze quiz gemaakt. Ja. Sorry daarvoor. Ja, dat maakt er niet uit. Kan er niet eens met de gamen. Game nummer 5. Uit het jaar 2003. Kom uit van de Game Boy Advance. Oké. Okay. Star Wars Flight of the Falcon. Is dat een... Geen idee. Nooit van gehoord. Dat is ook wel eens wat van de valk gebeurt. Dingen gooien. Je hebt een cashje op je afmoes. Ja. Cashje op je Game Boy Advance. Game Boy Advance. Ik vind het heel moeilijk om, zeg maar, ik durf geen lage scores te geven, want Star Wars games zijn over het algemeen gewoon... Ja, behalve die 43 die ja, behalve veel. Die, ja. Nee, echt top dit. I'm not even sorry. Oké, ja. Ik ben van 82 gegaan. Ik moet eens punten gaan halen. 67. Dat is niet genoeg. Star Wars Flight of the Falcon Game Boy Advance 2003 had een score van 39. Fuck! Ja. Nou, ik heb wel eens een vermoeden wie volgende keer de quiz mag maken. Ja, Bart. Gijs, het kan nog. Nou, ja... Als hij nou één gokt en het is 100. Kom alsnog boven de 100 straks. De volgende game en de laatste ook van deze quiz. Jij bent 2009. Xbox 360. Okay. Star Wars The Clone Wars Republic Heroes. Ja, nou. Hij is helemaal mond vol. That's what she's... Dacht je. Nee, dat... Nee. Nee? Ja, dat vond ik geen goede score. Geen goede score. Nee, dat is beter. Gijs. Ja, ik moet punten gaan halen. Ik had een 23. Jij moet het ergens gaan doen, blijkbaar. Ja, 78. Dan ga ik het nog niet meer redden, denk ik. Nee. Maar, je maakt wel een paar punten goed. Oh, had namelijk een 43. Oh, maar... Okay, 20 punten langs. Ja. Nou ja, goed. Gijs, je hebt verloren. Joh. 132 punten. Ja, dat valt nog mee. Ik zit denk ik net onder de 100. Net. 91. Met 98. Hoppakee. Dus Gijs, over twee weken hebben we een quiz van jou. En ik heb twee keer ik heb het ook al klaar. Ja, moet je maar even... Staat nou blok. Dus maar achterop zit een knopje. Achterop. Oh. Knopje. Ja, ja, ja. Moet je even van het slotje afhalen. Ja, van het slotje. Dan kun je... Daar go. Dus daarmee concluderen we deze 273e aflevering van de Magazine Podcast. Wil je meer van ons weten? Check de show notes. Stel onze Discord ook in. Join die vooral, is gezellig. Vinden we leuk. En in de comments willen we weten welke favoriete knuffel, welke deze van deze favoriete is. Ik kan hem niet winnen trouwens, maar ik wil het wel weten. Dankjewel voor het kijken of luisteren. En we zien ons volgende week weer. Hallo!